Conventie en minisitting geleid door de Heilige Geest. Homecoming 2024 in verband met 130 jaar Adventisme in Suriname. En eindeloze liefde in de gemeente Carmel. Deze berichten en meer in Nieuwsflits in beeld. Beste broeders en zusters. Op Sabbat 14 januari jongsleden heeft onze conventie plaatsgevonden onder het thema Ik zal gaan, geleid door de Geest. Onze jaarlijkse vergadering, waarbij er verslag werd gedaan aan afgevaardigden van de gemeente, mochten we op 15 januari 2023 organiseren. We danken God voor zijn leiding en ik wil ook allen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze evenementen. Laten we dit jaar verder gaan met de zekerheid dat de God die ons gered heeft en geplaatst heeft in de boot, zijn gemeente, dat Hij voor ons bidt en met ons is door de stormen heen en dat Hij ons roept tot het doen van grote daden voor Hem. Een jaar van meer gebed dan tot nog toe, met meer betrokkenheid dan ooit tevoren. Een jaar van meer gemeenschapsgeoriënteerde projecten waar iedereen het werk ondersteunt door tiende en gaaf. Een jaar waar 200 zielen geleid worden tot Christus en een jaar waarvan we alle kunnen zeggen God has done it. Ik geloof. Gelooft u met mij vandaag? Terug naar het altaar. Draibaka gona altari. Dat is het thema voor de 10 dagen van gebed dat van start is gegaan op woensdag 11 januari 2023 en eindigt op sabbat 21 januari. Zuster Brigitte Elschot, departementshoofd van de gebedsbediening, zegt het volgende. Het is waar. Vandaag beëindigen wij de 10 dagen van gebed. Maar het is niet het einde van het opbouwen van uw altaar. Ga door elke morgen vroeg op te staan om de Heer te zoeken. Ga door elke dag uw morgen- en uw avondwijding op te bouwen met uw gezin. Ga door elke dag ernstig te vragen naar een extra uitstorting van de Heilige Geest. Ga door elke dag te helpen het evangelie te verspreiden. I will go, led by the Spirit. Misago, ik zal gaan, geleid door de Geest. Ik wil ook bedanken alle predikanten met hun pastorale districten. Ik bedank ook broeder Phil Charles en Randy Benschop. Maar niet te vergeten waarom die dit platform ter beschikking heeft gesteld. God zegen u. Wij hebben helaas ook droevig nieuws in Nieuwsflits in beeld. Een sterk gelovige en trouwe zevendedagsadventist is ter ruste gelegd. Onze broeder Boeye Yete. Hij wacht nu op de vervulling van de onfeilbare belofte van onze Heer in Johannes 5, vers 25. Voorwaar, ik zeg u, het uur komt en nu is het, wanneer de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die horen zullen leven. Broeder Yete was lid van de Centrumgemeente. Berichten over de uitvaart volgen. Wij condoleren de familie, gemeenteleden en vrienden met het groot verlies. Leiderschaptraining voor kerkleiders van 27 tot en met 29 januari. Het wordt een Zoom-meeting met verschillende inleiders. U als leider meldt u zich aan via de Zoom-code om de trainingen te volgen. Deze trainingen zullen zeker bijdragen tot het verder ontwikkelen van leiderschap binnen uw kerk. Gemeente Carmel der Zevendedags Adventisten presenteert de opwekkingsweek Eindeloze Liefde. Wij beginnen zaterdagochtend 28 januari vanaf 9 uur en daarna elke avond tot 4 februari behalve de vrijdagavond vanaf 7 uur. De spreker, dominee Chester Hines. Kom en luister naar inspirerende muziek, gezinsleven en gezondheidstips en geestelijke boodschappen. Neem een vriend mee en word gezegend.
Bent u op zoek naar een vorm van digitale evangelisatie? Dagelijks Brood wordt iedere dag gepost op de Facebook- en Instagram-pagina van de Surinaamse Zending. Een snelle manier om uzelf, familie, collega's, buren en vrienden, wie dan ook, te bemoedigen met slechts één enkele tekst uit Gods woord. Deel het zoveel mogelijk. U kunt Dagelijks Brood en vele nieuwswaardige berichten van de Adventkerk vinden op de Facebook- en Instagram-pagina. De prioriteiten van januari 2023 zijn binnen met steengoede items zoals: wat is je belangrijkste streven voor 2023? Vier geweldige lessen die wij van de mieren kunnen leren. Ook medische items zoals alcohol verouderde hersenen, luchtweginfecties. Wat zijn de oorzaken hiervan? Deze items en meer in het tijdschrift Prioriteiten. Enkele leden zijn al geweest om ze op te kopen en te verspreiden binnen hun vrienden- en familiekring. Misschien een idee om ze ook te brengen naar de huisartsenpolies? God zal deuren openen zolang we gewillig zijn om te gaan. So, let's go! Dat was het weer voor deze week, maar voordat ik u groet, wil ik een Bijbeltekst meegeven gehaald uit 2 Kronieken 15 vers 2b. En dat zegt: de Heer staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. Sta dus aan Gods kant. Tot de volgende keer met een nieuwe aflevering van NFB Nieuwsflits in beeld. God bless you.